monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Yo, welkom weer. Deel 2 van onze heenreis naar Duitsland. Onderweg naar Veusdorf. Heb je deel 1 nog niet gezien? Ik zou zeggen, link hieronder. Deskazolle hier namens Kasper. En we gaan dus door met onze trip naar onze vakantiewoning toe. Het gaat wel een beetje te regenen. We zitten hier trouwens nu op afrit 5. Dat is afrit 5, niet een tal. Zou je die dan nemen, dan zit je links... rechts op... Dijk, en links zit je op de 509, weg 509. We volgen nog de 61. En we gaan nu eerst richting Dulken en Mönchengladbach. Jawel. Ja, wat ik al zei, het begon een beetje te regenen. Jammer trouwens, want ik heb liever eigenlijk als ik mijn deskcam filmpjes maak een mooi het zonnetje op het raam. Dan krijg je toch al iets mooier beeld weer. Helaas, het weer kun je niet voorspellen, zomaar zeggen. Dus het begon een beetje te drizzelen. Dan wordt het straks wel weer wat beter hoor. Als we hier vlakbij Veusdorp zijn, want daar gaan we naar heen, naar Veusdorp. Dan krijgen wij afrit nummer 6. Dat is de afrit naar... Oh jee, komt u hoor. Schuchteln. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Normaal mijn Duits is niet echt mijn allerbeste taal om uit te spreken. Dus afrit 6 naar Schuchteln. Wat een naam zeg. Ik dacht dat Friesland al moeilijk was, maar... Sorry, sta weer Friesland af te kraken. Nee, excuses. Mocht je die afrit nou nemen, dan zit je op de rechterbaan op de Brabanterstraat. En links zit je op de Hindenburgerstrabe. Rechts ga je richting Dulken. En links ga je dan naar Schuchteln. Wat een naam zeg. Dat is dus afrit nummer 6. Wij volgen de 61 richting Mönchengladbach. Zie ik ook staan dat hier ook in de buurt Gelsenkirchen ligt. Op mijn Google Maps. Daar is voor mij in Gelsenkirchen het Vierschanstournee. Altijd op Nieuwjaarsdag. Maar als het zo dichtbij ligt aan Nederland. Ook wel een keer leuk om daar eens naar te gaan kijken. In het echt. Maar moet je wel 's morgens al vroeg je bedje uit. Ja, en ook dit is Duitsland. Want ze geven behoorlijk gas. Hier is afrit nummer 6. Dus het wordt hier al aangegeven. Je moet hier wel goed opletten. Met name de hardrijders. Want ze zitten zo in je kofferbak, zou ik zeggen. Je moet iets eerder reageren. En goed je richting ook aangeven. Hier staat de aangegeven dat wij straks een afrit krijgen. Afrit 6 dus naar Schuchteln. Nou, ik zeg het nog één keer. Dan haal ik hem hier op. Wij volgen nog steeds dus de 61. Krijgen we straks afrit nummer 7. Dat is de afrit naar Dulken. Dan moet je gelijk naar rechts. Links zit je... richting Viersen. Links zit je op de Dulkenerstrasse. En rechts ook Dulkenerstrabe. De Strasse. Nogmaals, in Duits is niet een sterkste vak. Ook kruisen we straks een spoorlijn. Dat is de spoorlijn. Ja, Viersen, Dulken. Dan gaat hij door naar Lüberich. Jawel. Dat is fijn om te weten.
Ook zit hier nog een skatepark trouwens hierom. Zie ik ook staan op de Google Maps. Maar wij volgen nog steeds via de 61. Hier gaan we het spoor over. Nogmaals, wij volgen de 61. Dit is afrit nummer 7. Viersen. En Doeken. Oh, dacht je dat je al alles gehad had met de Duitse steden? Er komt straks nog eentje die heel erg leuk is. Zullen we daar nu maar vast mee gaan beginnen? Ja, dat doen we gewoon. Dit is afrit nummer 8. Afrit 8 is de afrit naar Mackenstein. Ga je nou bij Mackenstein naar rechts? Zit je richting Hausen? En halleluja, Schwanthal. Ga je nou links? Dan zit je richting Bockert, Beberich. En ja, kun je ook weer naar Viersen toe, zie ik. Wij volgen nog steeds de 163. Hier is afrit nummer 8. Afrit 8 dus naar Bockert, Beberich of naar Hausen en Mackenstein. Wordt ook aangegeven trouwens op Google Maps. Afrit 8, Mackenstein dus. Daar. Wij volgen de 61 door. Voor mensen die graag MTB'en. Neem afrit nummer 9 straks. Bij Kruis. Dat is namelijk een MTB Natuur Dirt Park Cross strekken. Dus mocht je hier in de buurt wonen. Een beetje in de buurt van Venlo. Kun je hier ook leuk MTB'en. Dus nogmaals is de MTB Natuur Dirt Park Cross strekken. Voor degene die graag hier de navigatie van willen hebben. Komt die. Dat is de 41068 Mönchengladbach Duitsland. Krijgt ook een recensie. Ja, hij krijgt een 3.0, maar de recensies zijn allemaal in de Duits. Voor mij, als ik het zo lees, kun je maar één richting op. Krijgen we straks afrit nummer 9. Dat is een best knooppunt al trouwens. Dat is het knooppunt Mönchengladbach. Rechtdoor blijf je op de 61. Ga je nou links of je gaat rechts, dat kan eigenlijk wel hier, zit je op de 52. En de 52 gaat naar Düsseldorf of naar Roermond. Ga je nou rechts, ga je naar Roermond. Ga je links, dan zit je richting Düsseldorf. Voor mij gaan we hier gewoon rechtdoor. Afslag nummer 9, Kreuz Mönchengladbach. Hier zo is dat. Hier kun je dus rechts richting Roermond en Düsseldorf. En wij gaan nogmaals gewoon lekker rechtdoor. Wij volgen nog steeds de 61 richting Mönchengladbach. Straks zie je trouwens ook nog het staanliggen van Mönchengladbach. Ik weet niet of het deze video is of het videootje wat hierna komt. De staan ligt trouwens aan de rechterkant. Ik dacht dat pas het volgende videootje kwam. Nou, in ieder geval een leuke dingetje voor het volgende videootje. Krijg als weer een afrit. Dat is afrit nummer 10. Mönchengladbach Noordpark. En als je daar rechts gaat, want je kan maar alleen maar rechts toe trouwens, zit je op de Hollee Waldnierenstrabe. Naar rechts. En als je dan links aanhoudt, dan zit je op de 230. Dat is de Bundesstrabe 230. Dus volg je rechts op de Waldnierstrabe. Die gaat richting Waldnier. Verrassend. Pak je nou daarna de linkerbaan. Dan ga je gewoon lekker naar Gladbach toe. Ze zeggen succes met de drukte. Afrit. Links zit je op de 230 trouwens. Wij gaan nog steeds rechtdoor. Wij volgen nog steeds de 61. Hier is de oprit. Krijgen we volgende afslag. Dat is de. Jawel, gaan we lekker door. Nummer 11. Mönchengladbach Holt. Links en rechts zit je dan op de 57. Wij gaan hier ook gewoon lekker rechtdoor. Wij volgen nog steeds de 61. Dus straks afrit nummer 11. Zit je op de. Hallo. 57. Dat was het. Aha.
Ook zit hier trouwens de vrijwillige brandweer in deze hoek trouwens. Voor de mensen die het echt graag willen weten. Lekkere details trouwens ook. Heerlijk. Dit is afrit nummer 11. Mönchengladbach Holt. Ik was blij dat ik niet dwars door Mönchengladbach heen moest. Maar ja, straks wordt het helemaal leuker als we in de buurt zijn van Keulen, want dan sla ik compleet in paniek. Ja, geef maar vast toe. Keulen ging niet zo als het hoort, zou ik zeggen. Echt niet. Vind je dit dan een leuke video? Abonneren. Druk op belletje, word je op de hoogte gehouden. En vertel eens wat jij vindt van deze deskcam video's. Uiteraard wel normaal, dus niet met scheldwoorden, want dan word je gelijk uitgekikt, zou ik zeggen. Want ik heb een hekel aan mensen die schelden. Nou, ik scheld ook wel, maar dit draait er helemaal nergens over. Doe maar, ga gewoon door. Ja, nog een fiesta. Kom aan bij afrit nummer 12. Dat is de afrit Mönchengladbach Reidit. Oh, wat een naam hier zeg. Reidit. Stadswald Reidit. Dat is wel een stadspark hier ook. Afrit 12. Ga je nou gelijk naar rechts, zit je op de Stadswaldestraat. Ga je links van de afrit, zit je op de Dalenstraat. Links ga je weer richting Mönchengladbach. Rechts ga je naar Rijndalen. Afrit nummer 12, dit is Mönchengladbach Ride. Hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Wij gaan nog steeds rechtdoor, wij volgen nog steeds de 61. Als winnaarslag, dat is afslag 13. Mönchengladbach Wickrad. Ga je nog gelijk. Rechts zit je op de Gelderenstraat. Links zit je op de Reststraus. Ga je weer rechts, ga je gewoon weer lekker klapper in. Links, ja, volg je een beetje de plaatsnamen Wickrak aan. Ook kun je nog naar Erkelens. Mooi. Een lekkere tong woordspeling hier ook. Niet goed dit. Lekker door. Kom straks aan bij afrit nummer 15. Ze is nog afrit 14 dit. Kijk, die mini die doet even heel moeilijk nu. Kijk, die haal me in en die gaat daarna vol in de ankers. Waarschijnlijk moet hij hier af. Denk ik dan maar. Daar zijn we niet zo blij mee trouwens. Ja, dat zijn ook Duitsers. Gas geven en dan plop in de rem. Dan moet ik ook wel bij zeggen dat de af- en opritten hier in Duitsland vrij aan de korte kant zijn, vind ik. Je moet wel snel reageren. Hier is afvaart van afrit 14. Nu komen we zo meteen aan bij afrit 15. Dat is de afrit Kruis en Venlo. Niet Venlo, maar Venlo. Ga je nog gelijk naar rechts zit je op Dreig en de MG Venlo. Dan zit je op de 46. Ga je links. Ja, dan kom je weer uit bij Gladbach. En dan krijg je straks weer af een splitsing op de 44. En wij volgen de 61. Afrit 15 dus. Kruis MG Venlo. Hallo? Niet Venlo, maar Venlo. Dat is hier zo. Hier begint zo die afslag. Sterk nog, wij gaan hier zo meteen ook volgens mij gewoon af, volgens mij. Of niet? Moet ik even checken. Ja, dat is dus nou als je dus te lang wacht met deskampioentjes, want dan weet je nog god niet waar je redt. Als je al praat in koksterm, dan zeg je slecht voorbereid. Ja, lekker volgen wij dus de 61 nog steeds. Even checken wat ik nu ga doen, want gaan we hier nou naar rechts toe of gaan we hier nou niet naar rechts toe? Dat is even een goede vraag. Hoor. Nee, wij gaan gewoon rechtdoor. Oké, nou, wij gaan dus gewoon lekker rechtdoor. Afrit 15 is het dus. Afrit Dreig, MK Venlo of Mönchengladbach.
Wij gaan nog steeds rechtdoor. En hier in één keer houdt de snelweg op. Ha 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 ha. Hier maken wij een tocht. Ik denk ook dat we aan het einde zijn gekomen weer van deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week weer deel 3 gaan we door richting Veusdorp. Vergeet niet om te abonneren. Druk op belletje, dan word je op de hoogte gehouden. En we zien elkaar weer bij een volgende week weer bij de heenreis richting Veusdorp. Ik zeg de groeten toedels en dag.